Max Verstappen staat aan de vooravond van een mogelijke mijlpaal in zijn Formule 1 carrière. Komende zondag tijdens de Grote Prijs van Australië kan de Nederlandse coureur van Red Bull zijn tiende opeenvolgende overwinning behalen, waarmee hij een van zijn eigen records evenaart. Vorig jaar schreef Verstappen geschiedenis door een ongekende reeks van tien opeenvolgende zegens neer te zetten, van de Grote Prijs van Miami tot en met de Grote Prijs van Italië. Zijn dominantie werd slechts doorbroken door een vijfde plaats in de grote prijs van Singapore. Echter, hij hervatte zijn triomftocht door de laatste zeven races van het seizoen te winnen, gevolgd door twee overwinningen in het huidige seizoen: Bahrein en Saudi-Arabië. In de aanloop naar de race heeft Verstappen zijn enthousiasme geuit over de vernieuwde layout van het Albert Park Circuit in Melbourne. De baan is nu sneller en uitdagender. Waardoor het vinden van de juiste balans tussen topsnelheid op de rechte stukken en grip in de bochten cruciaal zal zijn. Desondanks kijkt de Limburger er naar uit om op het herontworpen circuit te racen en is hij vastberaden om opnieuw te schitteren. Hoewel hij toegeeft dat het omgaan met JetLek altijd een uitdaging is, is Verstappen verheugd om weer in Melbourne te zijn, waar hij de gepassioneerde steun van de fans waardeert. Zijn reis van Nice naar Melbourne met zijn privéjet, met maar liefst zeven tussenstops, Getuigd van de intensiteit van het leven als internationale topsporter. Verstappens succes op het Albert Park Circuit is geen verrassing gezien zijn overwinning in de race van vorig jaar. Slechts twee jaar geleden viel hij uit tijdens dezelfde race, wat zijn laatste uitvalbeurt in de Formule 1 betekende. Sindsdien heeft hij indrukwekkend consistent gepresteerd met maar liefst 43 opeenvolgende finishes, waarmee hij zijn positie op de eeuwige ranglijst verstevigt. Met zijn vastberadenheid en uitzonderlijke talent blijft Verstappen een geduchte concurrent in de wereld van de Formule 1.